Het wijkoverleg in de Hoornmeer vindt altijd plaats in het buurthuis aan de Roerdomplaan. Door de bouwplannen die er zijn, zal het buurthuis gaan verdwijnen. Er zijn gesprekken om het te vervangen of om de oude VVA-kantine te gebruiken voor de bijeenkomsten 's avonds. We moeten met elkaar ook blijven bedenken dat de inrichting van dat VVA-terrein gedeeltelijk als compensatie zal moeten worden ingericht voor het parkdeel dat is weggevallen door het verleggen van de voetbalvelden. Met elkaar moeten we nadenken over de mogelijkheid om die twee gebieden aan elkaar te koppelen. Het park en het VVA-terrein moeten niet twee eenheden blijven, maar één geheel, waardoor het een samenhang heeft. En dat vraagt nog om een hoop oplossingen die zomaar niet te bedenken zijn. Het moet meer zijn dan een klein wandelpad. Het moet overgaan van de ene groenzone in de andere groenzone. En als één geheel moet het zich manifesteren.